De eerste reflex dat hij kreeg was mij vastpakken en mij door dat raam hangen. Dus je wou mij gewoon terug naar buiten gooien via het raam. j wat What's up? j, -score. j -score. What? Hallo, welkom op mijn kanaal. Een nieuwe dag, een nieuwe video. Mannetjes, ik voel mij zo slecht. Um, ik heb nu wat schmink aan gedaan, alleen om er iets of wat fatsoenlijk uit te zien. Ik heb mijn haar zelfs niet gekampt. It's like, I woke up like this. Hè? Maar nee, het is echt een lange tijd geleden dat ik eigen zo miserabel heb gevoeld fysiek. <coughs> ik heb uh, deze morgen een pijnstiller gepakt. Dat heeft wel iets gedaan, dus ik kan er Sebiet nog een pakken. Je kent dat wel, als je kleren zijn opgezogen en je er een keel dan is er allemaal zo van dat wit over je kleren. Dus dat zit volledig vol met wit. Maar mijn kleren bloeien zelfs op een gegeven moment. Als ik iets te hard slik, of zo, komt daar gewoon bloed uitgelopen. Is dat normaal? Let me know, heges. Dus ik slik ook gewoon gedurende een dag echt zo bloed in en zo. Like, ik voel me echt echt slecht en ik heb het super warm en ook weer kou, het is ook gewoon kei warm buiten dus op zich is dat wel redelijk normaal denk ik. Maar ik heb ook en zo en I feel like shit. En normaal zou deze een punt zijn waarin ik zeg ik ga vandaag geen video maken, maar ik, ik heb vorige week ook al een dag gepakt en ik kan dat in mijn kop ook niet aan als ik te veel dagen niet ga plaatsen. Dus here I am. We gaan starten met de shout-outs. Gisteren heb ik een video gedaan waarin ik dus de video niet heb bewerkt. Uh, zodat jullie kon zien hoeveel fouten dat er eigenlijk in een video zouden voorkomen. Gisteren viel de fouten nog goed mee, normaal is het echt veel. Area. Maar deze video is wel gewoon terugbewerkt Because I love it, wanneer je gewoon je eigen ding ervan kunt maken zonder dat je ja, als het een achterlijke overkomt. En de shout-out van die video gaat naar Maike Knol. En die zegt: I love jouw videos, je bent gewoon lekker jezelf. Hou van je. Ja, klopt. Ik ben gewoon mezelf en iedereen moet gewoon zijn eigen zijn. Dankjewel, uh, Maike Knol, voor de reactie. Vandaag heb ik een nieuw conceptje. Ik lag in mijn bed omdat ik ziek was na te denken uh, over een nieuw ideetje wat hij op YouTube nog niet echt gedaan was. En ik kwam toen ineens met. Uh, met, allee, ik was eigenlijk aan het nadenken over de dingen dat de mensen het leukste vonden. En ik kwam bij storytimes terecht. Maar ja, weet je, een storytime is altijd leuk om te horen, en dat snap ik, maar wat als je nu een conceptje hebt, wat ik dus nu ga doen, uh, waarin dat ik een storytime vertel, maar we maken er ook een beetje een spel van, doordat jullie moeten raden of dat, dat verhaal echt is, of niet echt is. Dus dat gaat wel iets zijn waar ik in de toekomst meer ga doen. In de video van morgen ga ik jullie vertellen of dat het verhaal echt was, of niet echt. Dus ik ga vandaag een storytime vertellen, en uh, uh, laat mij gewoon weten of jij gelooft dat dat echt gebeurd is. Of dat jij denkt dat ik aan het liegen ben. Maar ik kan gewoon liegen, dus. Uh, let op, zou ik zo zeggen. Oké, okay, we gaan gewoon starten. Toen ik een tiener was, uh, ik denk dat ik. 14, 15 was of zo. Ik zat toen echt in mijn ja, kutperiode. Ik heb je al verteld in andere Storytimes. Jullie weten dat ik op instelling heb gezeten en zo. Dat was eigenlijk nog allemaal ervoor. Op die leeftijd was liefde of verliefdheid was zo. Oh, snapte de wou dat echt en dat is gewoon zo wat je jong zou willen. En ik uh, had via, 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 of op welke manier dan ook, had ik iemand leren kennen toen ik 14 was. Ik was smoor verliefd op die jongen. En ik was altijd wel vrij impulsief, en dat ben ik tot op de dag van vandaag nog altijd. En ik had een buurjongetje hier in de straat, en die woonde zo ja, bijna aan het eind van de straat, zo ja, naast een bekker. Die woont daar nu niet meer, ik heb er ook geen contact meer mee. Die jongen was verliefd op mij, dacht ik. Of ik kan me er zoiets van herinneren dat hij verliefd was op mij. I don't know. Maar ik was dan verliefd op die en andere. Maar ik ging er wel veel mee om met die gasten in die periode. Met degenen die hier in de straat woonde. Dus op een dag. Het was avond. Ik denk dat het. Uh, hoe laat was dat? Ik denk dat het 8 uur s'avonds was of zo. Ik weet niet. 8 of 9 uur s'avonds. Ik weet het niet meer. En uh, ik mocht eigenlijk ook tot maar een bepaald uur buiten. Dat was tot 10 of 11 uur, denk ik. Uh, maar ik was niet van plan om 10 om uur thuis te zijn. Dus ik ging aan mijn buurjongen en ik zeg tegen hem: Van zie, ik ben verliefd op iemand en ik wil je heel graag zien vandaag. En ja, aangezien dat wij 14 zijn en geen auto hebben, zie die hij dat zitten om met mij samen naar die gest te gaan, maar dan op de fiets. En hij was ook wel een beetje impulsief en avontuurlijk, dus ja, die zei van: Ah oh ja, oké, okay, dat is goed. Dus wat hebben wij gedaan? Ik ben mijn fiets thuis gaan halen, hij is zijn fiets gaan pakken en we zijn beginnen fietsen. Ik woon in Staabroek. En die gest, waar ik verliefd op was. Die woonde tegen de kanten van Gorijnt. Ik weet niet hoe lang dat je er normaal gezien over zou fietsen. Maar ik heb daar echt letterlijk vier uur over gedaan. Dus ik ben om 8 uur vertrokken. En vier uur daarna is het twaalf uur. Dus ik ben er om twaalf uur daar aangekomen. Maar zwart, even gewoon de fiets weg. Uh, we waren aan het fietsen en aan het fietsen en aan het fietsen. En we waren ook heel de hele tijd zo aan het zeggen van, wat zijn wij hier eigenlijk aan het doen? En wat ga jij zeggen tegen hem? En dit en dat en bla bla bla. Ook die gast waar ik op verliefd was, die was ook gewoon vele ouder. Ik weet niet hoeveel jaar hij was. Ik denk dat hij drie of vier jaar ouder was. Dus ik was veertien en hij was zeventien of achttien zelfs al. Maar ja, ik was verliefd dus. En we zijn aan het fietsen en aan het fietsen en aan het fietsen en dat bleef ook maar gewoon duren. Tot het punt dat we er dan aankwamen. En dat was zo ergens in de, in de bossen daar. Want het is Vrij bebost. bebost. En ik wist waar hij al woonde. Hoe dat dat kwam, dat weet ik ook niet meer, want ik was er ook nog nooit niet geweest, volgens mij. Ofwel, was ik er wel al geweest? Nee, want hij was ook niet verliefd op mij of zo. I don't know. Hè? We waren zo wel aan het praten met elkaar, maar die, ik weet niet, die was met veel mensen aan het praten, denk ik. I don't know. In ieder geval, wij komen aan bij zijn huis. En ik zie zijn huis. En langs de zijkant komen de zo naar rechter gaan, naar de tuin. En um, dan hadden ze een raam erboven, en dat was zijn slaapkamer. Maar ja, het was 12 uur, midden in de nacht. Het was ook waarschijnlijk ook gewoon een weekdag of zo door ik mijn eigen ook nog tot in staat. En ik ja, kan niet gaan aanbellen om 12 uur, want ja, die wonen ook nog gewoon bij zijn ouders en zo. Dus ja, was ik helemaal voor niks naar daar gereden. Uh, nee. Wat doe je? Omdat het er zo vrij natuurlijk is in die omgeving, waren er ook veel boerderijen in de buurt en zo. Dus wij hebben onze fietsjes gestapt, en wij zijn toen uh, in die straat beginnen rondrijden. En op een gegeven moment zagen wij een boerderij. Dus met zo'n stal aan en zo. En dan zijn wij er zo'n beetje binnengedrongen. En eerst zagen wij een ladder liggen. Maar ja, een ladder was ideaal op dat punt, want ik moest natuurlijk aan dat kamerraam geraken. Dus wij leggen onze fietsjes daar neer. En dat was wel een redelijk stukje van, van die gastenhuis. Um, dus wij leggen die fietsen daar neer. Wij pakken ieders een kant van die ladder. En wij beginnen echt zo door de straat om 12 uur s'nachts. Ondertussen was het al half één. Zitten wij er gewoon echt zo rond te wandelen met een fucking ladder. Um, weet je, nu besef ik dat van, dat is echt niet oké. Okay. Maar toen was dat van, ah ja, ik leen uw ladder eventjes ik breng die en al die wel terug. Ik heb gewoon letterlijk een ladder gestolen van een boer. Wie is er dan de grootste boer? ikje of die een boer? My god. Ah, ik moet een boer laten. Wat een leuke woordspeling. Dus we zijn aan het wandelen in de straat met die ladder en dat was echt wel een grote ladder ook. Dat was gewoon kei zwaar. Ah. Ik voelde mij ook echt zo'n kaboutertje zo. Zo van de zeven dwergen. Swat, <Siegel> wij komen terug aan deze huis. Wij gaan langs de zijkant met die ladder. Oh, ken het gewoon. En uh, wij zitten die ladder tegen de muur. En deze camera stond zo open. Tuurlijk hadden we dat ook op voorhand gecheckt, want als die niet open had gestaan, ja, dan was dat wel droog geweest. Ik ben als eerste op die ladder geklommen. Uh, ik had hoogtevrees ook, nog altijd. Maar ja, ik had zoiets van alles voor de liefde. Dus ik was naar boven aan het klimmen. En toen ik boven kwam, was die vriend ook al achter mij. Die was ook mee naar boven. <laughs> ik, uh, ik zie zijn kamer. En ik zie die ook gewoon in zijn bed liggen. Dus ik zie die slapen. En ja, wat ik dan doe, is gewoon... Ik doe die raam open. Ik wandel naar binnen in deze naas. En ik sta letterlijk voor die zijn bed in een donkere kamer. En die had ook een klein broertje. En dat klein broertje lag in de zetel ernaast. Dus die had zo'n bed en dan zo'n zetel. En ja, die lag daar dan. En ja, het volgende was hem surprisen, Want dat was in mijn kop ook heel het verhaal. Ik ga die gewoon surprisen, weet je wel. Zo like, surprise! I'm standing in your fucking room in the middle of the night. <laughs> dus ik begin zo aan dat deken te trekken voor die wekker te maken. En ineens schrikt je keihard wekker. En die komt recht... En die zegt: Wat de fuck ze aan het doen? Die begint tegen mij te roepen: Wil je maken dat je uit mijn kot zijn? En ik zeg: Ja, maar ik wou je surprisen. Bullf die tijd. Mijn klein broertje is nu wekker door u. En bla 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 bla. bla. Dus die begon daar te roepen tegen mij. Um, de liefde was vrij snel voorbij, laten we zo zeggen. De eerste reflex dat hij kreeg, was mij vastpakken en mij door dat raam hangen. Dus hij wou mij gewoon terug naar buiten gooien via het raam. En ik begon ook te roepen van, nee, 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 nee ik zal wel langs de voordeur gaan. Niet. En blablabla. Dus ik ging deze kamer uit en ineens stond deze moeder daar. En ik denk, zijn vader ook, ik weet het niet meer. Of, ja, ik, zijn moeder kan ik mij gewoon nog herinneren. Deze moeder stond daar en die wist ook helemaal niet wat er aan het gebeuren was. En ja, die pakte mij gewoon van die trap naar beneden. En die heeft mij letterlijk gewoon buiten gestemd. <laughs> Echt. <laughs> oh, dat kan toch niet Die heeft die deur dichtgeslagen En ik heb die volgens mij sinds dan ook gewoon nooit meer gehoord of gezien Waar ik ook wel snap op deze punt Weet je wel Maar toen leek dat allemaal zo'n verstandig idee en, en ook dat leek zo romantisch Dat je ineens zo voor iemand zijn bit staat En dat dat gewoon zo Ja snapte, Dat leek mij gewoon echt romantisch Het yeah, was natuurlijk really romantisch Vooral omdat je daar ook met een andere doet gewoon in deze kamer staat Weet je wel Stel je voor dat ik dat alleen had gedaan. Ik zou echt gewoon keihard geschreeuwd hebben. Dus ja, wij terug buiten. Terug op ons fietsjes. Die ladder hebben wij gewoon laten staan. Die stond er nog. Gaan ja, wij die ook gewoon niet meer op dat terrein te komen. Uh, dus die boer zal een dag daarna ja, een nieuwe ladder hebben gekocht. Dus ja, wij terug gefietst. Weer vier uur. Ik denk dat wij thuis waren rond vijf, zes uur s morgens. Dan heb ik hier nog eens een hele preek kunnen aanhoren. Van waar ik zat en waar ik aan toe oh, Ik heb het echt uitgehangen, mannetjes. In ieder geval, ja, de liefde was voorbij. Ik had ook wel instant spijt dat ik dat gedaan had. Want ik bedoelde dat ook echt gewoon alleen maar goed. Ik had daar geen verkeerde bedoelingen mee. Ik wou gewoon echt ja, graag bij hem zijn. En ik wou, ik wou lief zijn. En ja, echt lief is dat inderdaad niet. Die vriend van mij dat hier in de straat woonde. Ik weet niet of ik er nou, die nog echt veel contact mee heb gehad. I don't know. Uh, maar die is op een gegeven moment is hij en Ik zou begot god niet weten waar het hem nu zit. Moest je deze zien? Um Stuurt me dan een berichtje. <laughs> nu is de vraag natuurlijk of dat deze verhaal waar is, of dat deze verhaal niet waar is. Dus laat mij even in de reacties weten of dat jij denkt dat deze echt gebeurd is, of dat dat kan zoiets, of dat dat gewoon nu verzonnen is voor een storytime. En als je het antwoord wilt weten, dan moet je zeker kijken naar de video van morgen, want daarin ga ik jullie vertellen of dat deze verhaal een leugen was. Of de waarheid. En als je deze ook een leuk concept vindt, laat mij dat ook even weten in de reacties. Door hashtag leuk achter je reactie te plaatsen. En dan weet ik uh, of dat ik deze zeker nog eens moet doen of niet. En als je nieuws hebt op mijn kanaal en je vond deze een leuke video... Check dan ook zeker al mijn andere leuke video's. En gewoon even abonneren door na de video op het cirkeltje te klikken. Ook het belletje ernaast, zodat je altijd een melding krijgt wanneer ik een nieuwe video plaats. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur bij een gloednieuwe video. Oh mijn stem. En alsjeblieft, mannetjes, steek allemaal kaarsjes aan en doe een klein gebitje voor mijn keel. Oh my god. Het is iets beter al, maar ik denk echt dat dat gewoon door die pijnstiller komt. En als dat is uitgewerkt, dan gaan we diegene. Zweet, ik zie jullie morgen om 5 uur. Doei!